Bert passeerde bij het provinciehuis van Limburg, dat in 1986 officieel geopend werd door koningin Beatrix. Dames en heren, dit is de matroos. In dit gebouw is het beroemde verdrag van Maastricht, genoemd de Maastricht Treaty, getekend door alle Europese leiders in december 1991. Achter dit gouvernementsgebouw zijn veel kantoren gevestigd. Ook de Limburgse Universiteit, het Academisch Ziekenhuis en het MEC, een congres- en beurzencentrum, zijn hier gebouwd. On the right is the Provincial House of Limburg, which was officially opened by Queen Beatrix in 1986. Ladies and gentlemen, this is the Dekman. In this building, the famous Verdrag of Maastricht, called the Maastricht Treaty, was signed by the European leaders in December 1991. Behind this government building, there are many offices. The Limburg University, the University Hospital, and the MECC, a convention and show center, are also located here. Wir fahren jetzt am Provinzhaus der Provinz Limburg vorbei, das Sie zu Ihrer Rechten sehen können. Dieses auffallende Gebäude, das der Sitz der limburgischen Provinzregierung ist, wurde im Jahre 1986 von der niederländischen Königin Beatrix offiziell eröffnet. Sie sehen hinter diesem Gebäude, das auch das Gouvernement genannt wird, eine Vielzahl von Bürogebäuden. Außerdem liegen hier die Staatliche Universität Limburg, das Akademische Krankenhaus und das Kongress Business Center MEC. Dames en heren, jongens en meisjes, graag wil ik u ook nog iets vertellen over Maastricht zelf. Maastricht is de oudste vestingstad van Nederland en haar naam is afgeleid van de Latijnse woorden trajectum ad Mosam, wat overtocht door de Maas betekent. In het begin van onze jaartelling stichtten de Romeinen hier een versterking, nabij een doorwaadbare plaats in de Maas. De Romeinen hebben later een brug gebouwd, waarvan nog niet zo lang geleden, bij het uitdiepen van de Maas, de resten zijn teruggevonden. Deze brug is in 1275 ingestort, zodat men genoodzaakt was een nieuwe oeververbinding te bouwen, namelijk de Sint-Servaansbrug. Deze brug, gebouwd tussen 1280 en 1298, is de oudste brug van Nederland en is genoemd naar Sint-Servaas, de eerste bisschop van Maastricht, die hier leefde van 350 tot 384 na Christus. Rechts passeren wij zo dadelijk nog een gedeelte van de oude omwalling van het stadsdeel Wiek, met de Maaspuntoren en het waterpoortje, waar vroeger de doorwaadbare plaats is geweest. Ladies and gentlemen, boys and girls, I would like to tell you something about Maastricht itself. Maastricht is the oldest fortified city of the Netherlands. Its name is derived from the Latin words trajectum ad Mosam, which means the crossing of the Maas. In the 1st century AD, the Romans founded a fortress here near a ford in the Maas. The Romans later built a bridge, the remains of which were found recently when the Maas was being deepened. This bridge collapsed in 1275, so that a new bridge had to be built, namely the Sint-Servaansbrug. This bridge, built between 1280 and 1298, is the oldest bridge in the Netherlands, and was named after Saint Servaas, the first bishop of Maastricht, who lived here from 350 to 384 AD. On the right-hand side, we will soon pass by a part of the old ramparts of the city district of Vught, with the Maas Point Tower and the water gate, where the fort used to be. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich möchte Ihnen noch einige Besonderheiten über die Stadt Maastricht selbst erzählen. Die Stadt ist die älteste Festung der Niederlande. Sie verdankt ihren Namen den lateinischen Worten trajectum ad Mosam, was so viel bedeutet wie Übergang über die Maas. In den ersten Jahren unserer Zeitrechnung haben die Römer hier in unmittelbarer Nähe zu einer Stelle, an der die Maas durchwartet werden konnte.